Goedemorgen dames en heren, een fijne zondagmorgen. Ik ga dadelijk samen met Fabienne naar het bos gaan we weer hardlopen. Tenminste, ik ga hardlopen, Fabienne gaat wat beelden maken van mij en van, wellicht van haar zelf ook. Dus daar gaan we eventjes iets moois van maken vandaag. Het weer is, ik vind, lekker om te lopen. Echt lekker om te lopen, het hoeft voor mij geen 25 graden te zijn, het is veel te warm eigenlijk om te lopen. En dan heb ik nog iets, dat ga ik even laten zien. Want, wat hebben we inmiddels gedaan? Nieuwe patas. Nieuwe patas. Die blauwe, dat waren de schoenen die ik al eerder heb gebruikt. Ofwel die ik al een hele tijd gebruik. En die zwarte, dat zijn de nieuwe. Dus dan ga ik vandaag op lopen voor de eerste keer. Ik weet niet of dat het al iets te merken is aan mijn voeten, waarschijnlijk wel. Dat ik toch meer zeg maar demping heb in mijn voeten. Die blauwe merkte ik dat ik op de bodem van het bos, daar de dingetjes, de kleine dennenappeltjes of iets dergelijks, toch een klein beetje door je zolen heen voelde. Dus ik ga ervan uit dat ik gewoon lekker kan lopen zometeen. Nou ja, nogmaals. En dat ik naar het bos toe. Het is nu ergens rond 9:15. Dus zometeen gaan we erheen. En lekker kijken of dat we een keer wat beelden kunnen maken. Van hoe dat ik hard lopen. Misschien een beetje van het parcours. Wat ik loop. Om een beetje een indruk te geven. Ik doe iedere keer dat zondagpraatje. Nou ja, goed, door dat zondagpraatje over het lopen iedere keer. Maar dat doe ik dan iedere keer daarna. Nadat ik gelopen heb. Nou probeer ik iets te filmen van het parcours wat ik loop. Misschien dat het voor mensen trekt die een beetje in de omgeving wonen om daar ook eens een keer te gaan hardlopen. Als je tenminste in het bos wil lopen. Kijk, als je gewoon op de straat wil lopen, is ook goed. Is ook leuk. Misschien ga ik dat binnenkort ook wel een keer doen. Een keer proberen om gewoon over straat heen te lopen. In het bos is het toch anders dan op straat. Andere ondergrond, de straat is natuurlijk recht toe, recht aan. Ik heb mij eens een keer laten vertellen of dat het dan zo is, dat weet ik dus niet. Ik heb mij een keer laten vertellen dat als jij vaak in een bos loopt waar het een klein beetje naar boven en naar beneden gaat door losse zand, dat je over het algemeen als je dan verhard gaat lopen, dat je dan vaak wat sneller loopt. Omdat je die weerstand niet hebt. Eigenlijk zou het met een slappe band rijden met de fiets of met een harde band rijden met de fiets. Als je met een slappe band gaat rijden, dan heb je heel veel weerstand. Dus dan ga je minder hard dan wanneer je met een harde band gaat rijden. Zoiets ongeveer. Maar goed, we zullen straks wel zien. Als het goed is, Fabienne nu aan het naar beneden komen. Dus ik zeg tot straks. En dan kijken we wel. We maken er wat van. Zo, nou daar zijn we dan. Kijk, Fabienne is ook al klaar. Hallo Fabienne. Hi. Hi. Nee, als we het niet. Nou, dan. Wat ben je nou aan het doen? Even een berichtje tegen iemand sturen. Oh, even een berichtje sturen naar iemand. Nou ja, goed, dat moet dan ook weer gebeuren. Dat is ook altijd weer hetzelfde met die meiden. Jonge meiden hebben we dan, hè. Dan moeten ze even gauw een berichtje sturen. Waarover en waarom, dat mag Joost weten. Mag Joost weten. Nou, Joost mag ik niet weten. Ik weet niet wie Joost is. Nou, we gaan. Zo, wij gaan nu naar het bos. Dan gaan we lopen. Een rondje hard lopen. Zo, hoppakee. Dan zet ik hem even in de klem. Zo. Zo. Autootje starten. Oh. Maakt niet uit. Ja, weet ik. Geeft niet. Nou, wat ik straks al zei, Fabienne gaat mee. Helemaal. Moet dat maar mee? Nee, dat valt best wel mee. Fabienne gaat mee om natuurlijk zelf wat te doen. Maar ik heb ze eigenlijk meegevraagd om straks wat beelden te maken van het parcoursje.
beelden te maken van het parcours die ik op de zondagmorgen altijd loop. Met het zondagpaardje heb ik het er altijd over dat ik aan het hardlopen ben in een bos in Gastel. Wil ik dat eens een keer op beeld hebben. En alleen is dat toch wel lastig. Ik heb nog niet zo'n borstband waar ik dan de GoPro aan kan zetten. Ja, zij zijn vissen. Waar ik een GoPro aan kan hangen. Of zijn hoofdband, die heb je ook wel eens. Maar dat vind ik voor hardlopen, vind ik dat wel niks. Ik zweet nogal veel. En dat is dan een beetje lastiger. Een beetje lastig als het zweet op je hoofd zit en je kan niet het laf vegen. Omdat die band er zit. Dus, maar goed, wij gaan in ieder geval naar het bos hardlopen. Fabienne gaat mee om beelden te maken. Dan hoop ik dat, dat we dat straks ook op ons YouTube kanaal kunnen gaan zetten. Een beetje editen, een beetje met elkaar grunzen, knuppelen, knopen. En dat dus. Dus straks zoals gewoonlijk natuurlijk even mijn zonnepaardje. Even gaan bedenken waar ik het over wil hebben. Maar Fabienne mee. Lekker appeltje aan het eten. Heerlijk. Oeh, ik verslecht het bij mezelf. Het is wel leuk. Dan krijg je nou een hele oude Volvo voor ons. Ik zal het even. Kijk, een hele oude Volvo voor ons. Het is wel een nostalgische auto. Zo'n oude Volvo. Maar hij rijdt nog goed. Die zijn ook leuk. Auto's, oude auto's. Ja, ik heb ook een. Wat zeg je? Hou er maar één klein hapje en dan hoeft het prima. Ah, okay. Ik heb ook een favoriete oude auto. Dat is wel een beetje een sportwagen. Ik ben vervoer uit ooit verzot geweest, nog steeds verzot geweest op een Chevrolet Corvette. Bouwjaar tussen de 73 en 77 met van die mooie. Met van die ronde spatborden. Dat vind ik de mooiste modellen. Volgens mij het laatste model wat nu uitgebracht is weer een beetje terug naar dat model gegaan, had ik gezien. Maar dat oude model, 73, 77, bouwjaar 73, 77, vind ik nog steeds de mooiste modellen die ze ooit hebben gemaakt. Dat is mijn favoriet. Een beetje een droomautootje. Ik heb ooit een keer een stukje mogen rijden in zo'n auto. Dat was bij een klant die zijn auto had staan. En toen had ik heel vriendelijk gevraagd of ik een keer een rondje mocht krijgen. Nou, en die zei van natuurlijk als je er super zuinig mee bent. Absoluut, dat ben ik altijd, zeker met andermans. Nee joh, rij meteen de eerste bocht tegen een boom aan. Dus dat was echt mooi. Oh, de loop. Lekker, nou, ik ga afsluiten, wij gaan zo meteen beginnen. We gaan, mensen. Over het zand, oh my god. Leuk. Oh, daar kan wat. Ook. Dit voelt heel raar als ik met mijn telefoon zo in mijn hand ben gaan hakken. Hi. Vijf. Kind. Hoe zou je de vijf? Woe! Neerzetten. Ja. Ja, doe ik altijd voor het broodje dan. Ja. Oeh, dat is heel zwaar. Ja. Zeg maar, ik heb niet dat zwakker, hè. Oké, ik ga even deze oefeningen doen. Ik heb een idee, maar ik kan niet goed raken. Ja!
Zo kan 10 meter verderop. Wat boeien. Aan de ene kant moet ik even hier blijven. Moet ik mijn paal opwachten. Wacht. Ja. Ik zet alvast de camera aan. Hier sta ik nu. En daar moet ik straks heen. En daar moet ik gaan kijken. Want als ik papa daar zie, moet de camera gaan neerzetten en gaan aanzetten. Serieus. Ik heb nog maar klein stukje hard gelopen. Ik ben nu al gewoon kapot, hè. Mijn conditie is waarschijnlijk echt omlaag gegaan of zo. I think so. Ik zou ik alvast de camera neer gaan zetten. Want dan hoef ik hem middag maar aan te drukken. Ja, dat ga ik doen. Oké! Even kijken waar ik hem neer ga zetten. Hier. Oké, wacht even voor mij. Even neerzetten. Ik denk dat hij zo wel goed staat. En dan hoef ik hem met dit ding aan te klikken. En dan gaat hij vanzelf aan. Ja. Ik vind het alleen wel jammer, want we hadden het zo'n pakket besteld met heel veel dingen. Maar er zijn heel veel dingen hebben we ook niet binnengekregen. Bijvoorbeeld zo'n borstband hebben we niet binnengekregen. Zo'n stick, weet je wel. Dus dat hebben we nu allemaal los moeten bijbestellen. Nou ja, vooral die stick dan. Of die borstband weet ik niet, maar ja. Dus ja. Maar nu is het dus eventjes wachten. Dus ik denk dat ik gewoon nog eventjes weer deze ga doen. Die met de palen denk. Ja, ik heb ook eigenlijk niks anders te doen. Ik heb nu alleen niet op die naam te hebben, dat is wel een beetje stom. Oh, ik moet even kijken of ik hem even hier ergens tegenaan kan zetten ofzo. Nee. Ik zal straks niet alles zien, maar... Het is echt lastig hoor. En dan zullen ze springen. Wacht. Ik ga het samen met jullie doen. Ja? 3, 2. Dus je moet de twee benen tegelijk springen. 3, 2. Oh, dat is moeilijk. Ik moet even kijken of er geen mensen aankomen. Want als er andere mensen aankomen dan mijn vader, dan moet ik hem even wegdoen. Want. Ja, sommige mensen denken van, wat zijn ze aan het doen? Want ja, want we zijn ook nog niet zo beroemd dat echt iedereen ons herkent. Jongen, mijn daddy, ja, die is crazy gewoon. Bij de 50.000 abonnees wil hij gewoon een parachute springen. Man, die gast is niet goed. Ik heb geen hoogtevrees, maar dat vind ik ook wel heel hoog. Maar ja, daar komen andere mensen aan, dus ik ga even hierheen. Dan ga ik even in de bush. En dan ga ik wat verstappen. Auw! Ik flikker meteen al. Snel. Ik denk dat ik hier wel een beetje... Nee. Ik sta niet goed. Papa die loopt daar. En ik begon vergeten om te filmen.
Omdat die stomme mensen eraan kwamen. Nou, dan ga ik me achter papa aan. Dan ga ik hem even spieden. Hij stopte dit alles in één keer. Met filmen, maar ik weet niet waarom. Run. Ik ga eerst tapek opnemen. Hi. Ik ga eerst tapek opnemen, maar ik dacht van dat ik dat maar niet doen, want als ik een keer ga lachen, zie je dat allemaal. Ik weet trouwens niet eens waar ik heen loop, want ik ken die route niet uit mijn hoofd. En ik heb echt zeker het gevoel, dan zou ik verkeerd lopen, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Maar aan de andere kant ook weer helemaal wel. Maar we gaan zien. Want ik heb het gevoel dat ik daar die bocht moest nemen. Ah nee, toch niet, dat is wel goed. Oeh, mensen, is het echt zwaar hoor. Papa wil er 5 doen, 5 rondjes hè. Hij is niet goed. Oké, ik herken dat ik goed loop vanwege dit. Dan moet je zo omhoog klimmen, weet je wel. Alleen als ik te kijken, zou ik hier wachten. Papa. Of zou ik doorgaan lopen? Er zit volgens mij een spinnenweb op mijn hand. Want ik voel iets en het is geen haar, want ik zie geen haren. Ik weet niet wat ik zou doen. Nou, ik weet het niet. Of het is voor je lengte of zo, hoe hoog je kan springen. Dat kan ook. Dit, maar dat niet meer. Nou, ik ga dat maar even doen, want hè. Anders heb ik toch niet wat ik wil doen. Oké. Ik ga het nog doen. Voor mijn gevoel kwam ik heel hoog. Ik weet niet of dat op de camera ook zo was. Maar ja. Ik weet ook niet waarom die net eigenlijk stopte met filmen met telefoon. Want ja. Ja, sommigen die willen ook niet op de camera. Dat is een beetje lastig. Of papa moet daar zo'n leerdingetje doen dat je hem niet ziet. Er is al wat dom. Dan denk ik gewoon even hier gaan zitten, denk ik. Gewoon hier naast de paal. Zet even de camera aan hier. Hi. Nou weet ik wel om het voelen alsof ik een spin heb op mijn hand af. Ik heb een spin op de pot van de kant. Hi. Half hard was ik hier. Wie had ook zoveel spinnen, laat het dan weten via Insta of zo, want de reacties zijn uit of zo volgens mij. Maar die kunnen we niet aankrijgen of zoiets als dat. Maar laat het weten via Instagram op de stofjes. Want volgens mij was het de stofjes. En ja, volg me ook even op TikTok. Is leuk hè? TikTok, ja. En ik heet
Ik heb 2 accounts. Eentje had ik ook al heel veel volgers, maar die moest verwijderd worden. Nou, 1 account heet Fabiennes hier. Daar heb ik de meeste volgers op en de likes. En mijn andere, mijn nieuwe, is Fabiennes hier 0. En gewoon alles aan elkaar. Dus ja, mijn vader heeft ook TikTok. Maar die plaatst niet echt iets, die gaat meer echt van kijken en zo. Maar die heet Rick Spatie Stoffelen 66. 66 dus. En Stoffelen. Er zitten hier. God, nonde. Ik zit echt op de verkeerde plek hier. Ik ga verhuizen. Het was heel mooi, dit, die plek. Waar ik hem niet had gezet, maar ik moet verhuizen. Want er zitten iedere keer muggen, spinnen, alles. Daarom hou ik dus niet van. Ja, ik hou wel van het bos, maar. Ik weet het, ik zet hem daar op die heuvel neer. Zodat als papa komt, zit hij zo. Wee! En dit hebben we ook trouwens moeten bijbestellen. Dit, die stok. Die hadden we ook niet binnengekregen. En die zouden we ook binnenkrijgen. En ik heb ook best wel bang. Dus, hoor. Omdat. Ik had veel vlog op mijn vader komen, dat was een masker. En ik doe die opdracht verkeerd. Straffig. Ik denk dat ik nu maar even hier ga zitten doen. God, honden. Overal van die rot liggen. Mag je wel voor. Oké, nou mensen, ik ga gewoon weg. Want er zit de hele tijd echt zo'n verrekte mug achter me aan. Ik ben echt helemaal klaar mee met die rot liggen vandaag. Ik ben helemaal lekker gestoken door die rot liggen. Er zit iedere keer zo'n vervelende mug achter me aan. Dan ik ook een keer pak hier bij mijn oor. Ja, als. Wat op, man. Nou, leuk idee. Om even beul te spotten. Maar niet als er een keer een mug bij mijn oor zit. Oh, kijk nou wat. Daar komt ie. Iedere keer zit er een mug bij me. Ik volg je. Jachtseizoen 2.0. Woei! Ik ga je volgen. Rang. Straks even 2 delen sturen, want hij stopt het dus straks 1 keer met filmen. Oeh, zeg zo, dat is de palen. 1, 2. Kijk. Nou weet je, ik laat die man wel. Die houdt toch met zijn conditie in overleggen met die van mij. Nee, mijn conditie is al goed, alleen niet in de ochtend. Want dan moet ik echt nog even wakker worden. Zo. En ik was wakker. Het was echt, hè? Wakker worden. Hey, opstaan. Aankleden. En we kunnen nu gaan. Nou, helemaal fantastisch weer, dacht ik. Ik werd wakker. Was ik weer half in slaap gevallen. Word ik weer wakker. Hoor ik mijn vader in één keer. Hoe ver ben je? Ik denk. Rob. Ik moest weer aankleden. Dus ja. En toen kon ik weer geen legging vinden. Geen sportlegging. Want ik vind het niet fijn om met een joggingsbroek of zo te lopen. Dus. Kon ik die ook weer niet vinden. Nou, 3 keer raaien. 3 keer raden bedoel ik, sorry.
heb ik gewoon van even mijn raaien. Hoe heet het? Ik ga jullie trouwens weer zigzaggen. Om die paden. Nou, ik kijk. Zie haast geen legging. Geen sportlegging. Mijn vader kijkt. Ziet hij iets van 5 sportleggings in één keer liggen. Ik zeg, kunnen die sportbroeken in één keer teleporteren of wat? Ik zeg echt gewoon letterlijk helemaal niks, hè. Mijn vader komt. Eerst wat hij ziet. Sportlegging. 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 Een legging. Ik zeg, nee, ik heb geen legging nodig. Ik heb een sportlegging nodig. Nou. Komt hij aan met al deze sportleggings. Maar wat ik even zeggen. Toen ik nog even kwam. Is dat ik het best wel eng vind hier, weet je waarom? Ook al mooi en zo, maar ook eng. Omdat ik gehoord heb dat hier ook vossen kunnen lopen. En ja, konijnen maakt me dat niet uit. Maar vossen. Hazen. Maar ik ben vooral bang voor vossen. Want ik heb zo'n ding wel een keer in het echt gezien. Maar los op afstand. En als hier een vos in het bos loopt, dan zie je dat heel goed. En dat vind ik niet fijn. Maar ik kom eigenlijk wel bij een plekje. Oh, dat is zo mooi, jongen. Dat is echt heel mooi. Kijk, hier kan het ook al zien. Daar verderop. Ik weet niet of ik goed voel, want bij mijn vaders telefoon kan je de bult omdraaien, maar bij mij niet. Kijk dan. Dit is toch mooi, jongens. Dit is toch genieten als je hier komt. Dit is toch genieten. Zo mooi. Het water. Zo mooi dat het bos zo. Zo rond. Zo. Daar kom ik vandaan. En dan. Wauw. Dan heb je daar zo'n obstakel. Nou, die ga ik denk ik ook even doen. Want het is toch heel rustig hier. Dat vind ik wel wat eng. Dat het heel stil is. Op een, sommige plekken is het echt heel stil in één keer. Dat vind ik wel eng. Dat vind ik echt eng. Ida zit me ook raar aan te kijken hier met die telefoon in mijn hand. Ja, hallo, ik sta zo. Wat zullen mensen denken? Au. Ik viel. Weet je, jongen, doen we die stick erbij. Ik zet die stick neer. Oh! Sorry mensen, mijn telefoon even. Die stick moet zeg maar. Kever! Mensen. En dan gaan we door. Hey, dit is goede timing, hè? Want er komen nu in één keer mensen aan. Dit is goede timing met mijn camera. Alleen, ik moet even iets doen, want... Hoezo? Papa, die moet 5 worden, hè? En ik weet niet hoeveel dit nu zit, maar volgens mij op zijn 3e of zo. Of op zijn 2e. Of nu op zijn 3e waarschijnlijk dan. Of op zijn 4e, ik weet allemaal niet, moment. Maar je moet hem eens weer gaan opdrukken. Godmande. Dat moet wel weer snel zijn, want die mensen kunnen ook nog komen. Gewoon even snel. Gewoon, ik doe even 5. Normaal moet ik 10 doen. Ik doe even snel.
dat ding doen. Ik zit daar verderop. Ik ga even rennen, want dan ben ik daar sneller. Zo verderop zie ik ook nog heel dat ding. Iedere keer wanneer ik echt hard lopen, zeg maar, mag ik ook wel eens gewoon hard lopen. Wanneer ik echt met mezelf lopen zo. Dan ga ik altijd, ook al ben ik helemaal kapot, ik doe altijd nog dit ding. Gewoon puur omdat ik dit zo leuk vind. Waar staan mensen? Dat is een bandje. Okay. Voor de shot. Maar helemaal gesloopt. Vooral bij dat ding die ik net deed. Dat is zwaar, want je hebt drie dingen waar je op kan staan. En de rest moet je. Je hebt echt ongeveer zo'n stuk of zo vanaf de grond. Van hier tot aan dit. Moet je ongeveer gaan optrekken, zeg maar. Om er overheen te kunnen. Want je hebt maar drie plankjes waar je op kan staan en dan moet je de rest moet je gaan optrekken om erheen te kunnen. Dat is heel zwaar. Dus ja. De één oefening. Net kon ik dit niet doen, want het echt heel druk was het, jongen. En ja, nu kan ik het wel. Nu is het echt gewoon stil. Dus ja. Kijk dat ding daar, voordat ik nu het kan zien. Daar. Ik moet zo aan het draaien. Ik kan er echt voor geen meter, hoor. Even, als jullie dit zien. Ik kan dit kan ik echt voor geen meter. Want ik heb dit nog nooit gedaan, omdat... Ja? En de bal komt eraan. Ik ga even snel nog deze oefening doen, die daar met die rode ringen. En we zijn klaar. Dus ik ga alleen nog even deze doen. En dan ben ik klaar. Dan gaan we weer naar huis. Oké. Ik kan dat toch niet. Het gaat heel hard. Oeh, het ging heel hard. Jongen, mij lukt het echt nog niet ene drol, man. Wie? Oh, ik ben zo. Zeg, Wendeke, mijn deur gaat niet open. Nee, deze is open. Oh, ik moet even naar het lepeltje.
niet dat hij er is, maar jullie snappen wat ik bedoel. Mijn papa die gaat even plassen. En de straat bij een hele, is wel veld, dus zit bij een molen. Even mijn jackstoel. Hij had altijd goed voor hem. Wat laat. Beter wel, dat moet nog meer erin. Alles weer gezond op mensen is. Altijd gezond bij, dat is het beste. Ie! Dat ei. Is dat ook aan? Ja. Waarom? Ja, jij zegt, dan kan je van twee kanten filmen. Ja, nee, ja, nee, dat kan wel. Dat kan je er altijd best. Nee, dat is leuk. Dat is leuk, dat heb ik er ook goed. Oh, oké. Okay. Oh ja, voorbereiden. Nou, wat je dan doet is dit zo, hè. Zo, puntjes. Oké, okay, dan ga je, je moet een stukje opzij staan. Zet hem elkaar aan. En die doe je dan 10 keer. En dan 10 keer dus dit, hè. Dit is 1. 1. Dus twee kanten is 1. Oh. Ja, en dan op de plaats blijven staan, anders ga je voor mijn beeld dadelijk. Die is naar achteren. Nog meer achter. Ja, of sta je zo niet meer in beeld? Weet niet. Hier stond jij. Ja, ik zat nog wel in beeld. Beter. Zo is beter. Ja? Ja, dit is wel beter. Nou, komt ie dan. 1. Oei, ik kan nou voelen op mijn benen. En daarom doen we. Nee, nee. Daar nog een keer. Wat? Ja. Twee keer. Eén. Neem even je pauze, neem even je rust. 8, 7, 8, 9, 10. Niet te geloven. En maar doorgaan. Ja. Nog jong, hè? Oude bok, nog jong. Helemaal geen oude bok. Nu kan ik alleen niet drinken.
hard van. Nou, gaat hier. Nou, we beginnen met de andere rug. Ja? Komt ie. Oké, snel. Hey. Nog 15 jumping jacks. Dit is het. Ja, en dan tegen boven tegen elkaar zo. Goede spijtstand. Ja, nou is het niet helemaal. Hallo. Wij zijn nog aan het sporten met haar. Top Fabje. Ja? 3. Komt ie. 13, 15. Oh, we zijn er al. Ja, 15. Ik dacht, ik heb het zo. Ik zie het wel, de vorige keer ook wel meer rondje lopen, hè? Ik heb ook wel eens hard gelopen. Kijk maar terug. Ja, ja, ja. Dat weet ik. Oh, ik was in de tand op mijn onderbroek gezet. Ja, later toch. Straks weer af de weegschaal gestaan. Kijken of dat er weer wat af is van afgelopen week. Zoals ik al eerder filmpje heb gezegd. Iedere week doe ik even wegen. Na het lopen. Op het moment dat je het moment aanhoudt. Ja, nog een keer jumpings. Op het moment dat je het moment aanhoudt. Met wegen en kleding of niet. Ik doe het dan eigenlijk meteen als ik getoetst heb. Lekker in mijn poedelboekje. Dan is het echt helemaal natural. Dat weeg ik dan ongeveer zo de tijdstippen. Dus niet dat ik dan eerst flink ga eten nu en dan pas ga wegen. Dat heb ik de vorige keer niet gedaan. Dat heb ik eerst gewogen en daarna pas gegeten. Nogmaals, als je hetzelfde moment aanhoudt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dan kun je redelijk exact wegen. Weegschaal natuurlijk op dezelfde positie neerzetten als waar die vorige keer stond. In de badkamer heb ik 4 tegeltjes, daar staat de weegschaal mooi op. En ja, daar zet ik ook iedere keer terug. Dus ja, zo moet er iets aan doen. Nogmaals, ik wil onder die 100 komen. Vorige week zat ik op, dan? Ja, vorige week zat ik op 101,8, zo moet ik zeggen. 108, daar was ik. Januari 108,7 geloof ik zo. Ik zit nu op 100, vorige week met ze, op 101,8, dus 7 kilo op zijn minst, al eraf. Ik zit volgens mij ergens in de 40 of in de 50 of zo. Ja, nou, jij bent nog jong. Dus, maar goed, je zei in ieder geval... dat ik later ook in de 100 weken van? Nee, jij hebt daar de bouw niet voor. Jij hebt daar de bouw niet voor. Je hebt de bouw van mijn vader en een beetje van haar moeder. Oké, okay, let's go. 15 stuks nog een keer. Jumping jacks. Wacht even. Ja, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, ik ben van plan om daar nog eentje te doen. 16, 17, 18,
19. Hallo. 20. Hallo. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ja, een beetje overdrijven, hè? Ja, schep maar een paar jaar. Hey, Geert. 41. Ik had er 41. Nou, dat was het, hè, mensen. Toppie. Lekker gedaan. Zo, we zijn nu klaar met lopen. Oh. En we gaan heel even kijken in het bos. Kijk maar eens kijken, dat is toch hartstikke mooi om te lopen. Lekker zo die vogeltjes. Dit is gewoon echt, dit is echt lekker om te lopen in het bos. Dus we gaan eventjes een paar mooie spots zoeken die we voor de volgende keer kunnen gebruiken. Nog meer leuke beelden kunnen maken. Nogmaals, lopen in het bos, gaat lopen in het bos. Vorig jaar heeft mijn zwager heeft nog een keer meegenomen. Ook vanwege corona, normaal gesproken, zei nogmaals, ging ik al de sportschool. De sportschool ging dicht, dan moest iets. Nou, toen heeft mijn zwager ging een jaar lopen in het bos. En een keer meegenomen. Op dat moment eigenlijk vrijwel iedere zondag hier gaat lopen. Dan heb ik Fabienne vandaag meegenomen om wat beelden te maken. Ik wil dat jullie ook een keer laten zien wat wij wel eens doen. Nou, dan gaan we even een mooie spot uitzoeken voor de volgende keer. Nou, ik zal eens even laten wat ik ermee bedoel. Dan kom ik van die kant ongeveer aan en dan kan Fabienne bij spreken zo lopen, zo filmen. En dan hebben ze, hallo, in beeld, ik kan ze me helemaal zo volgen. Daar ga ik helemaal heen. Daar ga ik heen en dan ga ik daarbij, achter, naast het bankje, ga ik dan terug naar richting de auto en dan ga ik via de achterkant er langs. En dan loop ik helemaal zo daar door het bos heen. Nou, ik heb daar een hoop pad wat ik af kan steken. Maar ja, dit dus. Dit is gewoon genieten. Dit is mooi. Of niet, Fabienne? Hoppa. Zo, ik zal hem even zo houden. Zo kan ik hem makkelijker vasthouden. Nou, zullen we weer teruglopen? Ja. Naar de auto. Ja, dan ga je precies achter. Oh! Hoi, hoi! Niet in het water vallen, hè? Oh, ik zou daar lachen als ik zo in het water stuiter, zeg. Oh ja, in dit bos trouwens. Vroeger ging ik hier altijd met een paar vrienden van mij, gingen we zo gezegd, vroeger deden we nog, gingen we soldaatje spelen. Je hebt hier natuurlijk oude loopgraven liggen in het bos, waar je daar natuurlijk goed in kunt schuilen. Ja, met dit soort dingetjes, heuveltjes, water, al dat soort dingen meer. Ja, het is gewoon perfect om daar je jeugd zeg maar, mee te doen. Ging op de fiets. Hadden we in de scharen.
bij dumphandel. Die hadden allemaal militaire kleding. Ik kocht allemaal militaire kleding. En die gingen we in het bos lopen. Gingen we schieten. Pauw, pauw, pauw. Dat soort dingen. Geweldig. Ik ken ze allemaal niet meer. Nee, nou is het allemaal Call of Duty. Call of Duty. Dan speel je met een game. Dat is ook wel leuk. Maar, sorry. Echt. Ja. Jongens, je liep ook echt heel erg langs hier. Nou? Ja. Dus nogmaals, dit is een bos met een verleden van mij. Het is gewoon leuk. Nou. Eén dingetje moet ik gewoon echt nog een keer doen. En dat is? Nou, ze heeft een oefening gevonden. Ja. Ja, ik film hem. Ik film al de hele tijd. Oh, daar is ze. Nou, nou. Dat is dat je dan je broek afzakt. Ik heb er nog steeds goed warm van. Maar goed. Nou, dan gaan we richting huis. Oh ja. Zonnig praatje. Laat ik ook niet even doen. Ik weet alleen geen onderwerp. Fabienne, heb jij een onderwerp voor mijn zonnig praatje? Mag over van alles gaan. Althans, waar ik dan verstand van heb. Wat is het eerste met het paard? Hè? Adem en Eva. Ja, nou, dat is een mythe. Dat weet niemand. Nou, ik ga in ieder geval zeggen, ik ga hier in ieder geval even afsluiten. Ik zie jullie straks, misschien wel met dat andere stukje wat ik zondagmorgen doe. Dus ik ga even afsluiten.